Vandaag maken we met Veteranenradio een sprong in de tijd 75 jaar terug naar de Slag om de Schelde hier in Middelburg. Mark, we hebben Duinkerken gehad, we kennen Saving Private Ryan en 1917 draait nu in de bioscoop en nu gaat Nederland een productie maken. Waarom gaat het een goede productie worden? Ja. Nou ja, inderdaad, het zijn inderdaad goede voorbeelden. Het zijn ook Saving Private Ryan was inderdaad een van, daar hebben we ook echt naar gekeken als een soort van inspiratie voor deze film. Het is natuurlijk heel lastig om in Nederland, er zijn natuurlijk al best wat oorlogsfilms geweest, om ook weer een film te maken die zich daaraan kan meten, zeg maar. Dus daarom dachten we, als we hier weer een film maken, als we een film maken over de oorlog, moet het een film zijn. Wat ook zeg maar de production value heeft van zo'n, dat zich ook ergens kan meten aan die grote internationale films die jij net noemde. Ook een beetje een vergeten verhaal volgens mij, want de Slag om de Schelde kennen heel veel Nederlanders niet. Een van de grootste slagen in de Tweede Wereldoorlog in Nederland zelf. Waarom de keuze voor de Slag om de Schelde? Ja, de Forgotten Battle. Nou ja, precies daarom eigenlijk. Kijk, wij waren op zoek naar een... Wij werden benaderd door het V-fonds om een verhaal te vertellen over 65 jaar na de bevrijding, zeg maar, een oorlogsverhaal. En we hebben gekeken bijvoorbeeld naar het Rijnlands offensief, maar toen vertelden mensen ook over de vergeten slag, de Forgotten Battle. En dat intrigeerde wel van waarom is dat verhaal niet verteld? Het was net zo'n groot oorlogsverhaal eigenlijk als Market Garden. Ja, en misschien juist daarom dat we hier nu een verhaal over wilden maken. En ook omdat het films technisch ook heel interessant is. Het is gebombardeerd door de geallieerden. Dat eiland is onder water gezet. Dus ja, het was wel iets wat ons wel erg aansprak. Laatste vraag. Gedurfde productie, denk ik. Met name ook vanwege de films die ik eerder noemde. Maar treed je hiermee niet ook een klein beetje in de voetsporen van bijna vergane gloren Paul Verhoeven en Gerard Soeterman? Nee, ik denk dat wij echt een nieuwe generatie zijn. En ook met Matthijs van Heiningen als regisseur, ook met de acteurs die hierin spelen, Suzanne Rand en Gijs Blom, is echt de nieuwe generatie. Ze zitten nog op de toneelschool, net van de toneelschool af. Ja, we hopen hier wel, ook we hopen ook echt een vernieuwend verhaal hier. Ook op een nieuwe manier van hoe we het nu willen vertellen, hoe Matthijs het in beeld brengt. Nee, ik denk juist dat heel vernieuwend gaat zijn. Hoe is het V-fonds betrokken geraakt bij deze film, Gemma? Ja, het V-fonds is het Nationale Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. En wij vinden het heel erg belangrijk dat het verhaal van de Slag om de Schelde, eigenlijk een vergeten verhaal in de Nederlandse geschiedenis, dat gedeeld wordt met het publiek en vooral ook met jongeren. Waarom is het zo belangrijk dat jongeren bereikt moeten worden? Nou ja, we leven nu in 2020. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd is. En sindsdien leven we in vrijheid. Maar dat is dus een mensenleven lang. En heel veel mensen die nu leven, die hebben zelf niet een oorlog meegemaakt. En die weten dus niet hoe moeilijk het ook is om altijd in vrede te kunnen leven. Of om in vrede te kunnen leven. Hoe moeilijk het is om in vrede te kunnen leven? Of bedoel je eigenlijk, ze nemen de vrede zo voor lief? Ja, dat zou je misschien ook wel kunnen zeggen. En juist doordat er nu een film komt met jongeren die keuzes moeten maken, kun je gaan inleven in hoe moeilijk dat is. En dat het soms, je weet soms niet wat goed en fout in een moment is. En daar ben je dan heel erg naar op zoek. We hopen dat dus jongeren deze film ook zien en dat ze daarover gaan nadenken. En ook over hun eigen rol in de maatschappij. En hoop je dan dat opa, oma, die misschien dit soort dingen nog meegeneemt, de tiener mee naar de film neemt, of hoop je eigenlijk vooral dat ze zelf gaan? Nou, ik hoop ook dat ze zelf gaan. Kijk, het is natuurlijk ook een spannend verhaal. Maar wij hopen dat doordat ze naar die film gaan, dat ze gaan nadenken over van alles. En dat zou heel erg mooi zijn. En vandaag zijn er ook ooggetuigen hier op de set aanwezig. Zoveel zijn er niet meer na 75 jaar dat het geleden is dat de oorlog beëindigd is. Dus het is heel erg mooi om te zien ook dat ze hier zijn met hun kleinkinderen, met hun kinderen, om de verhalen door te vertellen. Wij staan hier met de familie Muldijk. En de oudste Muldijk die hier staat, die was ooggetuige van de slag om Walcheren en Zuid-Beveland. En hij heeft een dagboek bijgehouden, hoorde ik net. En dat heeft hij meegenomen. Hebben uw kleinkinderen en kinderen dat dagboek wel eens gelezen? Niet helemaal, nee. Maar kleine stukjes. Kleine stukjes. Dus zijn er stukjes die geheim zijn? Of zijn er stukjes... Alle
Hoeven ze helemaal niet geheim te blijven? Nee hoor. Heeft u stukjes gelezen? Ja, ik heb het gelezen. Het is heel, als je het leest, het komt erg aangrijpend over wat mijn vader meegemaakt in die tijd. Huizen die bewogen toen die bommen afgingen. Dat er een bom gevallen is op de school waar hij zat, maar net niet in het lokaal. Maar dat vond u niet erg? Dat er een bom viel op de school waar hij zat? Dat was... Ja, jongen, zeker wel erg, ja. Ja, toch wel. Toch. Maar u woonde in Vlissingen en u zei, ik hoorde u binnen zeggen, dat op het moment van de bombardementen de huizen heen en weer gingen. Wat gebeurde daarna? Daarna kwamen de dijken, werden het doorgegooid natuurlijk. En toen kwam het water, kwam steeds dichterbij. En toen moesten we dus verhuizen naar de bovenverdieping. Op een gegeven moment werd het water zo hoog dat we dus daaruit moesten varen met roeiboot en met kano's. En vandaar zijn we een andere plaats op gaan zoeken op de oprit waar het veel veiliger was. Overal ook Duitsers. Er werd gevochten van straat tot straat in die tijd. En u moest in een kano uw weg zoeken terug naar een veilige haven. Ja, precies. Ja. Tot op een gegeven moment we eruit konden. We hoorden roepen van, we zijn vrij. Kom er maar uit. Op zo'n manier. Dus ja. Ja. Maar wat ik ook gelezen heb, is dat, dat je in eerste instantie dat de Duitsers riepen van... ja, weet je zo. He, dus dat je eigenlijk zoiets had van, we komen er niet uit, we blijven zitten. We blijven in die veiligheid zitten. Zo. Omdat die Duitsers nog rondliepen. Omdat die Duitsers nog rondliepen. Dat verhaal van wat in Vlissingen gebeurd is, de zonen en kleinzonen hebben dat net niet meegemaakt. Maar heeft dat wel toch jullie ook gevormd, het verhaal van jullie vader? Nou, mijn vader was wel, of onze vader was wel vaak met de oorlog bezig. En we hadden verhalen over, maar... Ja, dan als je jong bent, kind, dan is dat toch wat verder weg. En naarmate je ouder wordt en ook meer verantwoordelijkheid krijgt, dan begint toch het realiseren dat dat toch wel veel impact gaat moeten hebben. Zeker als kind van 14 jaar, zo weet je, dan maak je toch bewust mee. Hè? Ben je 4, 5 jaar, dat is een heel andere beleving. Ja. Dus de angst die je kunt krijgen, de gevaren zie je wel, maar toch... Als ik dat zo hoor, hè, dat je uiteindelijk de grote huls meenam van een kogel die afgeschoten is door kanonnen tijdens de bevrijding. Nou, dat wordt dan als een soort trofee meegenomen. Maar het verhaal daarachter is natuurlijk veel ernstiger dan dat object op zich zo. U bent de laatste der Mohikanen die het meegemaakt hebben. Uw kleinzoons kennen het verhaal van u. Maar merkt u in de maatschappij dat Nederland de oorlog een beetje aan het vergeten is? Of valt dat mee? Een klein beetje, ja zeker. Ja, ja. Inderdaad, ja. Wat merken jullie daarvan? In zekere mate zie je wel dat mensen de oorlog vergeten. Maar ik denk er nog wel veel aan welke impact dat heeft gehad op zeker de generatie van mijn opa. Praten jullie er onderling met vrienden wel eens over? En dan komt dan het verhaal van opa ook naar boven? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, ik praat er niet echt over de vrijheid. Het is iets wat je voor lief neemt, zonder dat je erover nadenkt. Voor mij, voor mezelf sprekend dan. Terwijl dat is helemaal geen vanzelfsprekendheid. Helemaal niet in de huidige wereld, maar ook niet als je ziet waar we vandaan komen. Ja, ik denk dat ook wel fijn is om te horen dat voor uw kleinzoons vrijheid vanzelfsprekend is. Hoe houden we dat zo? Dat is mijn laatste vraag. Ja, we hopen dat het lang zo blijft horen. Ja. Gaat deze film daar een goede rol in spelen, een belangrijke rol in spelen? Ik denk het wel, ja. Fijn, dank jullie wel. Fijne dag nog.